Hey kijkers van de afgelopen day, welkom bij een nieuwe aflevering van Tech It met Roman. En wij moeten weer even de cave zoeken. Oh, dat is hier, ja. Ja, ik kan niet sprinten, man. Ik heb geen geen dingen. Ja, ik ben ook bijna dood. Hierheen. Ben je alweer bijna dood? Dat kan mijn kop. Deze kant. Ja, die kant. Maar ik denk dat je stuff er niet meer is. Shizzle! Ga ervoor. Heb je niet mijn zwaard nodig of zo? Nee, ik niet. YOLO. Oh, nou, vind je het goed als ik dood ga? Nee. Maar dan kan ik respawnen. Met voedsel meenemen en dan ga ik weer hierheen. Nee, dank je, want ik heb voedsel. Nou, heb je even voedsel? Ja, bij mijn stuff, als ik bij mijn stuff kan komen. Oh. Waar ging ik omhoog? Ja, geen idee. Ja, ik dus ook niet. Oh, ik kom eraan. Als ik enige mop als zie ik hier ofzo, niet... dan ben ik weg. Kom eraan. Maar ging ik hier omhoog? Ik heb nu om de een of andere vage reden, heb ik nu dus zo'n Pokémon liedje in mijn hoofd. Helemaal mee eens. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar ik heb het in mijn hoofd. Oh, ik ga verkoeld. Ah, creeper! Oh, ik schrok me helemaal dood. Oh my god, ik hoorde een spin. Oh my god. Jongen, wil je een keer gravel hebben, krijg je flint. Oh. Kut, ik hoor een spin. Ik ga dood. Waar ben ik dood gegaan? Oh, daar is hij! Oh my god, what the fuck. Waarom heb je bij deze techniek gewoon die last death waypoint? Ja, echt hè? Lekker, kom op man. Kan je niet in dat respawn scherm nog zeggen dat je een waypoint wil neerzetten? Weet je wat, fuck it, ik ga gewoon dood. Spider, kill me! Yo! Slat. Oh shit, nee, oh nee! En dan valt hij ook nog. Echt, wat een intelligentie. Oké. Ik ben in ieder geval terug. Ik heb hier heel veel rotten flash. Maar we hebben hier toch ook iets anders, of niet? Even kijken. Ja, we hebben appels. Oké. Appels en rotte flash. Hé! Hey, hier ligt een deel van mijn stuff! Waar is de rest? Ja, ik denk dat toch gedespand is dan. Of het is echt gewoon... Maar dat kan toch niet? Het is toch alles of niks? What the fuck? Ik weet het ook niet, man. Ik weet het ook niet. Oh nee, wat? Huh? Ik had helemaal geen armor. Jawel toch? Nee! Ik had alleen een muts! Wat? Ik snap er niks van. Ja, dit is awkward. Ja, dit is best huh? Oh. Optekkert, je bent een bitch! Hey, au. VTB's was een betere optie. Hey, Heimond. Hey, VTB's is veel moeilijker dan Tekkit. Uiteindelijk heb je deze game gewoon uitgespeeld. Als je energy condenser en een energy collector hebt, boom, game over. Ja, dat is toch leuk? Ja. En dan ga je vergeten met de armen en daarna ga je helemaal skeletons pesten. Nou, skeleton pesten. Wow. Hey! Nee, helemaal, dat meen je niet. Jawel, ik meen het. Alleen ik had toch niks terug. Dat ik maar een beetje armen. Nou, fuck dat. Dus je, al je stuff is weg? Ja. Oké, nou weet je wat je dan moet doen? Je moet gewoon even een boot pakken weer. En dan gaan we gewoon weer naar de boten, zeg maar. Dus gaan we gewoon naar de chest en dan halen we hem leeg en dan gaan we weer weg. Dan gaan we weer terug naar huis. Nee, eens. Dan escorteren wij dus stuff. Even kijken, want dan moet toch... Even kijken. Death point disabled, godverdomme! Oh, dat kan je aanzetten? Ja, dat stond uit! Oh ja, ik zie het. Death point enabled. Kom op. Oh, man. Ik mag mijn leven echt niet. Maar nu zie je wel je death point, of niet? Nee, niet meer. Ik krijg je dan pas als ik volgende keer dood ga. Kut leven. Nou. Ja. Nou, in ieder geval, ik ga naar beneden. Ik ben alweer bij de cave. Jezus Christus. Ja, gaat snel, hè? Zo. Ik vind het ook zo lief dat je mij hier alleen laat, maar alle creepers. Ja, lief hè.
Oh, wacht, wat we eigenlijk wel kunnen doen is dat ik ga disconnecten en jij slapen. Nee. Oh, dat is cheaten zeker. Ook. Oh. En, je, en wie had er ook weer getapijt? Oh, ja. Ik en niet hoor, geen idee, waar heb je het over? Ja, ontplof dan, dank je. Zo, dat is één creeper minder. Oké, ik laat even alle useless stuff hier. Kom maar aan, Duncan. Twee fences, dat kunnen we wel weglaten. Cobblestone en dirt. Ook volg me dan, zombie! Tam, tararam, 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 tam, tam, tararam, 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 tam. Zie je Pokémon nummer? Dat is geen Pokémon. Ik vind het een Pokémon nummer. Tam, tararam, 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 tararam. Nostalgie. Mm-hmm. Okay, ik heb alles stuff uit de chest. Blijkbaar past het allemaal in mijn inventory. Nee, ik kom eraan. Ik wil ook iets stillen, oké? Okay? Dan heb ik ook het gevoel dat ik naartoe ben. Oké. Okay. Eigenlijk wil ik die shit pakken alleen. Dan ben ik het gat kwijt. Ah, dat is... Wat? Dan staat daar sugarcane onder water. Huh? Sugarcane? Ja, ik zie een sugarcane onder water staan. Hier zit een of andere water... of luchtblob. Luchtblob? Ja! Dat is hier, ik sta hier nou... in de zee. Alleen, ik kan gewoon ademhalen. Oh ja, ik zie het. Oh ja, hey Duncan. Kom eens hier. Goed man. Ik ga even boven lucht. Even kijken, ik kom maar even naar binnen. Ah, is leuk hè? Best wel. Oh, het is wel hier donker, jezus. Oh shit. Hey, sloeg me naar boven. Nou, Ramon, ik pak de boot weer terug. Nou, ik ga met jou mee. Ik ga je trouwens... weg? Nee. Jawel, want ik heb mijn wapen... Hey! Ja, daar is je boot. Nou die boot kapot? Nee, daar is je boot. Er stond hier een boot! Oh, hier. Ik kom opeens uit het water. What the fuck? Zo. Waypoint name. Get back to home. Ik heb gelukkig een zwaard. Dat is wel mooi. Eigenlijk doet dit varen, doet me weer denken aan... Ik heb een toeter op mijn water. Oké, jij hebt echt een kut jeugd gehad. Yo, dat was ooit mijn favoriete nummer. Wauw. Wow. Ik was 4 of zo. Of nee, dat was nummer 4. Nummer 4? Ja, dat was nummer 4 op de cd die ik dan kreeg van de Bart Smit. Die kreeg je van de Bart Smit? Ja, ik had voor mijn verjaardag had ik dus zo'n cd gekregen van mijn ouders. En dat was dus zo'n cd en daar zaten allemaal K3 nummers op. En nummertje 4, of ja, track 4 was dan Toeter. En die wilde ik dus altijd opzetten. Wat de fuck heb je van ouders? Geef je een kat. Ik was jong, ja. Nou. Ja, ik ben nooit jong geweest. Oh shit, dat is een creeper. Oh, dat is een zombie. Oh shit. Wie het eerste bij het huis is. Yo. Jij gaat zeker dood. Oh shit! Oh lol, nou als ik pas zover jij ben, ik dacht jij zit ergens achter mij of zo. Ja, ik ben ah, je bent naar beneden getonden! Ja, de skeleton is gewoon weer erin. Ik heb alle stuff, hè? Oké, bij mij gaat hetzelfde. Ben ik genoot? Of net niet? Of net wel? Of net niet? Help! Rampage! Ah! Ben ik er eerder? Ja, ja. Waarom denk je? Sowieso niet omdat jij in een cave bent gevallen ofzo. Oh shit, ik moet healen. Heal. Precies, ta-da-da. Ja, ta-da-da. Rennen als een mofo. Nee, skeleton. Don't hurt me. Don't hurt my feelings. Nee. Come on. Help. Come on. Hi. Ik kom eraan. Weet je wat ik ook ga maken? Slapen snel. Pas op voor de creeper! Kijk, ik heb de stuff gesecured. Er staat een creeper voor de deur.
Oh shit, nee, nee! Nee! Heb je de... Ah, de kraan! Lok hem het water in, lok ze het water in. Oh my god. Ah, onze Duncan weer. Ja, ik dacht dat hij aan de... Ik dacht dat ik aan de achterkant uit kon. Ja, en ik wilde net aan de achterkant erin gaan. Oh wow, ik span toch in het huis als ik dood ga. Zo. Oh, double dat kill. Was een creeper. Ja, in het water doet hij toch geen world damage. Zo. Ook zo grappig, hè? Dat de squids geen geluid maken. Echt? Zie, zie dat ding helemaal creperen. Ah, ah, ah. Maar hij maakt geen geluid. Nee, hoe heet het, villagers doen in deze update, maakt ze ook nog geen geluid. Nee, geniaal. Dat is echt zo'n verschrikkelijk geluid. De eerste keer dat ik het hoorde, vond ik het grappig en daarna was ik er zo klaar mee. Ha. Loop je zo'n village in. Ha! Ha! Maar gewoon, dat die skills steeds geen geluid maken. Ik denk dat die gewoon hetzelfde geluid krijgen. Welke? Skeletons. Squids. Oh. Ja. Die maken nog geen geluid. Die daarvoor, ja. Ha! 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 Echt dan. Hé, hey, hebben we toevallig een bucket of lava? Nee, tuurlijk niet. Oh nee, dat kan je niet menen, hè? We zijn net de hele tijd in de cave geweest, maar een bucket of lava hebben we niet. Oh my god. Energy condenser. Nou, of we hadden obsidian nodig. Stop eens met duwen. Nou, in ieder geval. Ik hou. Oké, ik heb een diamond pickaxe. Waarom? Ja, de rest van de diamonds van mij, daar heb ik een energy condenser. Ja. Wow, we hebben 14 diamonds, dat wist ik niet eens. We hebben toch geen obsidian, of niet? Wel. Ja, tuurlijk. Jij hebt wel obsidian haken, jongen. Ja, ik ga eerst een survival pakketje neer. Ik ga eerst een project table maken. Oh, dat kan ook. Dingen zijn zo ideaal. Mm-hmm. Heb ik cobblestone? Ja. Mijn oven ook. Oh, hier zit nog cook pork shop. Waar wil je eigenlijk ovens hebben? We kunnen hier wel 6 ovens naast elkaar zetten. Dan een 5. Nee, 2 of 3 hoog en dan 2 breed. Goed. Gezondheid van man. Nou, dat was ik niet. Oh. Was mijn vader. Die komt de deur en nu staat alles onder en daarna zegt hij, ik ben even naar de boerbond. Oké, doei. Dat hoor ik niet eens, joh, je vader praten. Nee, dat klopt. Dat is het ideaal aan deze microfoon, die dempt bijna alles. Oh joh, bij mij ja. Joh. Bij mij joh. Als mijn moeder begint te praten, dan hoor je alles stinken zo hard. Ja, maar dat komt gewoon naar je moeder. Tartan! Wat doe je? We zijn even naar de visboer. Oh. Oh, ik ga het niet zeggen. Wat? Nee, ik zou dan echt dingen over mijn moeder zeggen. Oké, maar hebben we... Oh, wacht, ik zie een lavapool. Pool. Lavapool. Vraag of hij een keu heeft. Wat? Weet je wel. Keul. Poelen. Keu. Nee, slecht, hè? Ja. Die moet daar. En dan moet het deze hier. Tadaa! Oké, we hebben dus 4 obsidian nodig. Ja. Oké. Heb jij de conveyance dus al, allemaal? Nee, dat moet ik allemaal nog gaan doen. Ik zal deze dust maken. Oh, trouwens, ik denk dat we de aflevering alweer even inmiddels moeten afronden. Dus jongens, wow. Bedankt voor het kijken. Geef natuurlijk even een duimpje omhoog, laat een leuk jasje achter en zie ik jullie de volgende keer. Ja.